Nou, ze wilden dus hier in Leeuwarden een kerk bouwen die hoger was dan de Martinitoren van Groningen. En zelfs hoger dan de Domtoren van Utrecht. Maar, zegt Flip van Doorn, hadden ze destijds iets meer historisch besef gehad, dan wisten ze dat de Friese grond geen draagvlak biedt voor hemelbestormers met waanideeën over grootsheid en allure. Dit is De Friezen van Flip van Doorn. Een boek waarin de schrijver 11 tochten maakt door Friesland, maar ook eigenlijk door de hele wereld, om de ziel van de Friezen te doorgronden. Zo ziet hij eruit. En wat nog zo leuk is, ik heb een afspraak met hem gemaakt. Flip van Doorn heeft het druk. Maar we hebben geluk. Als we begin mei met de canicula richting zijn woonplaats Elst varen, is hij net een paar dagen over uit België, waar hij aan een nieuw boek werkt. Jij bent Marie. Hallo, hi. Leuk dat je er bent. We hebben afgesproken voor houtzaagmolen De Rat. Volgens Flip een belangrijke plek voor Elst. Elst profileert zich, zoals het nu zo mooi heet, als de houtstad. Maar dat is een titel gebaseerd op een hele oude geschiedenis. Er werden in Elst houten schepen gebouwd. Er waren verschillende houtzaagmolens. De Rat is een tijdje buiten bedrijf geweest. Er heeft een elektrische motor of een motorzaag ding gestaan. Maar die is gelukkig weer helemaal in vol bedrijf. We zitten tegenover het houtmuseum van de stad. De schaatsenfabriek van Nooit Gedacht. De beroemde Friese houtjes die komen hier vandaan. Dus dit leek me een bijzonder geschikte plek. Weet jij waarom die eigenlijk De Rat heet? Nee, het is een oude naam. De molen is heeft eerst in de Zaandam gestaan. En is iets van 200 jaar geleden als een bouwpakket in stukjes verscheept. En hier weer helemaal opgebouwd. Maar in Zaandam heette die al De Rat. En vraag me niet waarom precies. We kwamen in Woutcentermolen tegen die het Lam heette. Daar kwamen we wel achter, maar hier moeten we even wat verder researchen. Ja, dan zou je de molenaar moeten vragen. Nou zitten we hier omdat jij een boek hebt geschreven dat De Friezen heet. Het boek sprak mij heel erg aan. 11 tochten heb je gemaakt om de ziel van de Friezen te doorgronden. Ja. Een van die tochten ging over het water. Dat sprak mij natuurlijk heel erg aan. Waarom deed je dat? Ja, ik ben uiteindelijk half Europa doorgeweest, omdat de Friezen ook in half Europa hebben gezeten. Maar het slothoofdstuk, dat moest over het water gaan. Dan wil ik echt doordringen tot de kern van Friesland en proberen echt tot de essentie door te dringen. En dat moest over het water. Kijk, van oudsher zijn de waterwegen wat nu de autowegen en de snelwegen zijn. Al het vervoer van mensen, van goederen ging over het water. En als je Friesland wil begrijpen, dan moet je over het water gaan. Ja. En wat heb jij van die tocht opgestoken? Ik ben daar wel tot de kern gekomen. In ieder geval zo dichtbij als je maar komen kan. Ik ben vanuit Leeuwarden naar het zuiden gevaren. De kant op van eerst Reduzum, Grauw, die omgeving. En dan zit je, daar is ook het officiële middelpunt van Friesland, het kerkje van Eegem. De verhalen die ik daar ophaalde, die hebben me heel veel geleerd over Friesland en de Friezen. En wat heb jij dan geleerd? Kun je dat ook wat concreter maken? Hè, bijvoorbeeld, wat heb je gezien aan het landschap? Wat daar heel mooi te zien is, als je over de Zwette vaart. De Zwette is eigenlijk het laatste restant van de Middelzee. Moet je voorstellen. Nou, laten we zeggen rond het jaar 1100 had je een uitloper van de Waddenzee die tot hier vlakbij Sneek reikte. Die Middelzee, zoals die heette, die sneed Friesland in tweeën. Je had het Westergo en het Oostergo. En het Westergo was een soort eiland waarop dan steden als Sneek en Bolsward lagen. En Leeuwarden lag dan in Oostergo op de rechteroever. En met de eeuwen is die slenk, die sleuf, is dichtgeslipt. En later ook door mensen ingepolderd. En de laatste geul die daarvan over is, dat is de Zwette. En dat is nu dus het vaarwater, maar ook over de schaatsers van de Elfstedentocht. Het eerste deel van de Elfstedentocht gaat over de Zwette van Leeuwarden naar Sneek. En als je die Zwette opvaart, dan zie je dat de bodem aan weerszijden, dat is oude zeeklei. Als je daar een koe ziet, die staat boven je. En af en toe komt er zijn kop uit de rietkraag en dan is er een koe aan het grazen.
En ga je staan in de boot, dan zie je het land op gelijke hoogte liggen. En als je dan doorvaart, ik ben doorgevaren naar Reduzum en daar zijn wat kleine watertjes. En dat is eigenlijk de oude monding van de rivier de Borne. En de Borne zie ik als de navelstreng van Friesland. Ja, de oerrivier, ja, hè? Ja, dat is echt, daaraan is Friesland ontstaan. En zodra je in wat vroeger de delta van de Borne was komt en gaat dan staan in de boot, dan zie je dat het land lager ligt en het water hoger. Dus dat zijn oude moerasgronden, dat is klei op veen, dus dat veen is ingeklonken. En omdat het ingepolderd is die grond gaan verzakken. En ja, dan zie je dus heel mooi hoe het landschap eigenlijk zijn eigen verhaal, zijn eigen geschiedenis vertelt. Je kunt door het landschap bladeren zoals je door een geschiedenisboek bladert. En dat vind ik heel erg mooi om te zien. Nou zijn we dus in Elst, jouw woonplaats. Er is nog iets heel bijzonders wat je over Elst hebt geschreven. En dat is namelijk de Mauritiuskerk. Die heeft ook een hele bijzondere geschiedenis. Ja. Kun je daar nog wat over vertellen? Ja, kijk, veel mensen denken Friezen, dat zijn boeren, die zijn heel statisch, die zitten op een plek. Maar in de middeleeuwen had je al Friezen die heel Europa doorgingen. En in eerste instantie gingen ze vaak op bedevaart naar de stad Rome. En later werd dat ook meer en meer handel. Om naar Rome te komen moet je ook geld hebben. En ze verdienden onderweg ook nog wat geld. Maar in elk geval die eerste pelgrims die vanuit Friesland naar Rome gingen, die voeren de Rijn op tot ze niet verder konden. Dan gingen ze over land verder en dan zagen ze in de verte de Alpen opdoemen. En ja, dat hadden ze nog nooit gezien natuurlijk, een berg. En als je dat voor je ziet opdoemen en je weet dat je er overheen moet omdat aan de andere kant Rome ligt, dat kan best beangstigend zijn. En dan kwamen ze aan bij het klooster van de heilige Mauritius. In het plaatsje dat nu in Zwitserland ligt en Saint-Maurice heet. Het klooster bestaat nog. Hij was daar begraven. Het was een martelaar uit de vroege tijden van het christendom. En aan het graf van de heilige Mauritius smeekten ze dan een veilige overtocht af over de Alpen en een veilige thuiskeer. En het vermoeden bestaat dat ze dan een gelofte deden dat als ze veilig zouden terugkomen, dat ze dan thuis hun kerk zouden wijden aan de heilige Mauritius. En dat is gebeurd. Er zijn Elsters teruggekeerd. En dan hebben we het over het begin van de 13e eeuw. En die hebben, toen ze hier terugkwamen in Elst, een kapelletje gebouwd. Een eenvoudig houten kapelletje. En dat gewijd aan de heilige Mauritius die hun beschermd had tijdens hun reis. En het is inmiddels een protestantse kerk, maar we noemen het nog steeds een Mauritiuskerk. En daar hangt een portretje van de heilige Mauritius binnen. Wij zijn natuurlijk heel vaak in Elst geweest met de boot en ook voorbij de kerk gelopen. We hadden geen idee dat er zo'n verhaal achter zit. Mm-hmm. Zijn er eigenlijk in Elst ook mensen die dat wisten, wat de achtergrond was van die naam? Nou, we hebben 4 jaar geleden met de culturele hoofdstad een groot openluchttheaterstuk gespeeld waaraan ik heb meegeschreven. En toen zijn we helemaal in de geschiedenis gedoken en toen is ook Mauritius tot leven gekomen en heeft Elst bezocht. Dus inmiddels is het verhaal onder de meeste van inwoners van Elst wel bekend, maar voor die tijd niet zo. Ja. Je hebt uiteindelijk 11 tochten gemaakt, ja. Hè? Maar er zijn er nog meer, zag ik op jouw website. Heb meer wat verhalen. Ja, ik heb wat restmateriaal dat het boek niet gehaald heeft, heb ik op de site gezet inderdaad. Ja. Er is altijd meer dan je kwijt komt. Ja. Maar ik heb, voor het boek heb ik me echt gefocust op deze 11 verhalen. Die met als climax dus die vaarttocht echt naar de kern. Wil je weten of het Flip gelukt is om de ziel van de Friese te doorgronden? Lees een boek. Kijk voor meer info op de website flipvandoorn.nl. Wij varen verder. Waarheen? Bekijk onze vaaravonturen op ons andere YouTube-kanaal, De Canicula. Bijzondere gesprekken publiceren we hier, op De Canicula Extra. En we vinden het natuurlijk geweldig als je ons ook op dit kanaal volgt. Bedankt voor het kijken.